Goedemiddag, we zijn hier bij de Café de Fiera Rijnstraat 11 te Amsterdam. Voor de gezelligheid, feesten, partijen, lekker eten moet je bij de Fiera zijn. Als je een feestje wilt organiseren voor een bedrijfsfeest, bijvoorbeeld met zangers, alles is mogelijk. Neem contact met de Café de Fiera. Dames zijn van harte welkom in onze salon Beauty by Zara. Wij zijn gevestigd in Eerste Oosterparkstraat, nummer 170, Amsterdam-Oost. Wij hebben voordelige prijzen voor onze klanten. Wij zijn gespecialiseerd in haarstyling, visagie, gezichtsbehandelingen, waxen, permanente make-up en wimperextensions. U kunt ons ook volgen op onze Facebook en Instagram, Beauty by Zara. Tot ziens! Ik ben Samson Spin. Ik ben schrijver van alles boeken. Het ene verhaal heet Het Vergeten Rattennest en het andere De Wallen Oorlogszone. Het ene verhaal gaat over een slagersdokter die dus in het verzet terecht komt. En het andere verhaal gaat over de ratten die zijn royal at all time. Nergens mee zit in wat betreft het vermoorden van nazi's. En als je het meer wil weten, www.samsonspin.nl. Yo, Vaka Pips, dit is Machado Monstro, a.k.a. Sidemost Real van Café Monstro. Voor gezelligheid, voor lekker drinken, goede muziek zijn jullie hier altijd welkom. Hier moeten jullie daarvoor zijn. Café Maastro, eerste Zweringstraat, nummer 13. Onthoud, place to be. Hi, welkom in de plug. Ik ben Peter Boelen en ben 30 jaar geleden begonnen met deze winkel. Een heleboel bekende mensen zijn er inmiddels geweest. Ik heb Joe Walsh van de Eagles, ik heb Joe Bonamassa, David is in het verleden wel eens, geloof ik. Wie? David Hongsteller. Oh, ja. Oasis is hier geweest. Ja, een heleboel mensen. Dus ja, hier langs. Altijd goede deals, prachtige gitaren. Heel veel aan de hand, dus mooie prijzen. En alles erop en eraan. De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. Laat ze me gaan. Laat ze me praten over anderen. Laat ze me gaan. Ze hebben anders niks te doen. Ja? Doe jij de aankondiging, maar welkom bij de Stem van de Straat. Begin jij dan? Okay. Welkom bij de Stem van de Straat. Mijn naam is Steve Brown. Ik ben de underground presentator. En Joke is, zoals iedereen weet, de allesdeskundige. Ik heb eerst even helaas wat trieste mededelingen. Onze street reporter voor de kleine man, Luc, die is geveld met de vergiftiging in zijn mond. Die kon niet praten, die kon niet komen. En is het toeval, we weten het niet. Maar ik ben gisteren ook getroffen met een soort van vergiftiging in mijn mond. En misschien hoort u nog wel aan mij, ik kan moeilijk praten. Gisteren kon ik helemaal niet praten. Ik ben ook naar de dokter geweest, ik heb medicijnen gekregen die ik op mijn tong moet doen, en antigifpillen. Wij vermoeden natuurlijk, zoals al iedereen, als er sprake is van vergiftigingen in de mond, en toevallig met twee leden van onze redactie, dat we hier te maken hebben met een gifaanval, wellicht zelfs met uranium. En als we het over uranium hebben, wie kan daarachter anders achter zitten dan Poetin? Nou ja, we hebben dus wel contact opgenomen met de AIVD. De baas van de AIVD is, zoals u weet, Agadabra Dick Schoof. En die valt dan weer onder de minister Plaskerk, de zieke PvdA-ijdeltuit. En wij hebben gevraagd
of ze informatie binnen hadden. Want ze luisteren inmiddels met die nieuwe wet. Die vangnet. Misschien heeft u dat nog meegekregen verleden week. Ze hebben afgelopen week in de Eerste Kamer. Hebben ze de tapwet verruimd en aangenomen. En kort door de bocht komt het er ongeveer op neer. Dat ze in principe iedereen kunnen afluisteren tot in zijn kont aan toe. Zo. Ja, dat is nieuwe wet. Wat? Dus onze privacy is totaal weg. Nou ja, wij hebben natuurlijk gevraagd of hun informatie binnen hadden. Of wie daarachter kan zitten op deze gif. Aanval. Ja, op onze monden. Jij hebt er geen last van, Joop? Nee, gelukkig niet. Ja, maar je was wel laat. Ja, ik was laat. Ja, ik ben was verdwaald. Ook verdwaald. Nou ja, Joke was verdwaald. Dus ik praat wat moeilijk. Ik zelf heb het vermoeden dat ze wellicht ons de mond willen snoeren. En dan denk ik niet zozeer aan Poetin. Maar eerder aan Rutte en zijn Demming-kliek. Oké. Als eerste hebben we eigenlijk weer een exclusieve primeur. Schokkend, Joke. Heel schokkend. Is ook nog nooit op tv vertoond. En waarschijnlijk zonder ons had het ook nooit op tv vertoond geworden. Maar onze onderzoeksafdeling, de University of the Pipe, overigens ook weer geen subsidie. Nee, ook niet. Wij krijgen natuurlijk nooit geen subsidie, dat voelt u wel aan. Kijk, die NOS die pakt 960 miljoen per jaar. Maar wij niet de piek. Maar goed. Onze onderzoeksresearch afdeling International School de Pijp. Is een iets heel bizars. En dat is. Er schijnt dus een speciale politie- en hulpverleningsafdeling te zijn in Amsterdam. En wellicht in heel Nederland. Die er een geheime treiterafdeling op nahoudt. Moet u zich voorstellen. Een treiterafdeling. Die dan met name zieke, arme mensen treitert. En ook mensen die dak- en thuisloos zijn. U gelooft het niet? Nou, wij geloofden het ook niet. Nee. Joke geloofde het wel, toen ze deze reportage zag toen we een redactiebespreking hadden. Maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Joke is natuurlijk wel onze allesdeskundige. Ja, daarom juist. Hoe ja. Vond jij die reportage dan niet schokkend? Ik zag het op de redactie. Nou. Ja. Nou, mensen, ik zou zeggen, gaat u eens op uw gemak kijken naar deze reportage. Is de moeite waard. Ik zit hier vandaag in de hoedanigheid als street reporter. Dan roept de street reporter voor de kleine man. En die kunnen we nergens vinden. En ik weet niet wat hij aan doet, dus dat doe ik nu ook mezelf. Maar ik kom hier Ivanka. Sorry. We hebben Eva hier. En het is, je denkt dat je alles weet in Amsterdam. Maar het blijkt dus dat zij een categorie is, een nieuwe categorie. Dat heet dat je de treiterbak ingaat. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik vond het nogal schokkend. Wat houdt dat in, die treiterbak? Dat gemeente Oostpoort Amsterdam, Gabrielle Ottavanger, heeft me mij in. Hoe heet ze? Gabrielle Ottavanger. Van de gemeente Oost? Ja, gemeente Oostpoort. De treiterbos. Ja, ze heeft mij in de treiter geslepen en daardoor moest ik. Meewerkt naar alles, zoals die huis uitlaten, naar een leger de zelfs gaan doen of terug naar Boerderij. We hebben het ook gedaan, terug naar Boerderij. Uiteindelijk zijn we met de kinderen een jaar later terug uit Boerderij naar Nederland. We hebben wel hulp gekregen van GGD. Ze hebben toen ons gestuurd in HVO Rogge-Veenstra. HVO, moet je weg met je kamer alleen of moet je met heel veel mensen verzamelen? Ik was nog met een zwangere mevrouw op een kamer. Vreemde andere mevrouw? Ja, zij had een kindje en zij was hoogzwanger en ik kwam met mijn twee jongens daar. De bedoeling was dat als crisis opkwam, wij hebben het door eventjes totdat een plek kwam voor begeleid wonen, zeg maar. Want wij hebben toch alles kwijt met mijn kinderen in huis en zo. Maar omdat ik overal sta ik als een treiter, dus iedereen kijkt in de computer en dan kijkt ze ons anders. Net als die enige begeleider, die komt altijd daar werken. Ze komt altijd met mijn grote kindje in discussie. En vervolgens maakt een spoedcrisis melding. Wij hebben totaal één week daar verblijven. En ze hebben elke keer melding gedaan. Treiter. Ja, en... die begeleider, ik weet niet, Corinne of zoiets heet, maar goed. 28 april
Ik moest met mijn kinderen bij Jan van Galenstraat voor postadressen uitkeren en zo hoor. Toen zij zegt, nee, vandaag ga je niet, want vandaag wordt wat anders. Prima, ik ben met mijn kinderen op die hoek bij die speltuin. Toen wij komen terug, die mevrouw heb bij ons kamer gekomen. Zij was een beetje altijd met mijn kindje, dus niet in mijn, maar je probeert. Dus nu mijn grote jongetje van 8 jaar is volgende trijter of wegjager of weet ik niet zo genoemd. Dus maatschappelijk werkers zijn in jouw geval treiteraars. Ja. Als ik even samenvat voor de kijkers, het is een ingewikkeld verhaal. Ja. Ze wilde deze mevrouw met haar kinderen dus terugsturen naar Roemenië. Bulgarije. Oh, sorry, Bulgarije ook gezien. Is op zich wel een beetje vreemd, want Nederland loopt vol met oliedollarvluchtelingen. En die hebben een garantie van binnen 3 maanden een huis, plus 10.000 euro inrichtingskosten. En zij is hier al jaren, haar kinderen zijn hier geboren, en die moeten dan opeens weer terug naar Roemenië. Maar wat ze mij Bulgarije, ja, ik ben ook gezucht. Maar wat zij vertelde me zo even voordat we de opnames begonnen, dat toen ze daar gehoor aan had gegeven, dus ze was teruggegaan naar Roemenië met haar 2 kinderen. Toen ze weg was, nou vertelde wat ze met je huis gedaan, toen is haar huis afgepakt. Dat ze in Roemenië zat. Klopt toch ongeveer? Bulgarije, ja, die huis is, nee, die huis is ontgeruimd. Ontruimd, omdat het was 6 maanden die huur niet betaald natuurlijk, want wij zaten daar en hier was allemaal gestopt. Dus die huis is ontruimd vanwege dat huurachterstand. Ja, dat verblijf van januari tot zomer, we waren in Bulgarije. Dus dat zijn de regels, dat is klaar. Maar niet tegen dat ik treiter of dit of dat. Dat was, ik ben gewoon weggejaagd door die gemeente. Zeg maar, ik ben treiter genoemd, maar uiteindelijk die gemeente met die alle ploeg daarvan hulp verleend, die heeft mij gewoon getreiterd dat ik weg ben. Dus jongens, dit is echt een schokkend verhaal weer. Ja. Dus als er iemand van de kijkers of iemand van de instantie kijkt, neem contact met ons op. Dat we deze mevrouw kunnen helpen. Maar wat, als ik goed samenvat, is dus deze mevrouw krijgt het etiket opgeplakt dat zij een treiteraar is. En dat is natuurlijk weer wat ze de psychologie noemen een klassiek voorbeeld van projectie. Want niet zij is de treiteraar, zij moet geholpen worden. Nee, zij wordt door de zogenaamde professionele hulpverlening, wordt zij getreiterd. Dus in die zin zit er wel een kern van waarheid in dat ze tegenwoordig met zo'n etiket treiteraars werken, want dan hebben ze het over hunzelf. Nou, dat is heel te sterk, hè? Mag ik nog iets wat zeggen? Nee, nou, natuurlijk. Over die dag van 28 april, toen mijn kinderen waren genomen, want het zou wat anders worden. En inderdaad, die enige begeleider die altijd op werk komt, zei altijd met mijn grote kindje, wat is het, pesterij of zo. Niet met mij, niet met die andere, maar altijd in de rug van die grote. Uiteindelijk, ze hebben om 2 uur politie geroepen, 2 agenten. Mijn kindje is 8 jaar. Dan hebben ze de politie geroepen? Ja, voor hem. En dan komen 2 agenten en dan zeggen wij zijn geroepen en de jongens moeten rustig doen. Ik zeg, voor een jongetje van 8? Ja, ik zeg waarom, wat is aan de hand? Die mevrouw die daar werkt bij de Hogeweenstraat, zij zegt dat zij hebben een melding gedaan. En let op van de taal, dat is mijn taal niet, maar zo is het letterlijk, melding. Mijn kindje heb op haar kut geprijverd. Toen wist ik niet, meneer agent, wat betekent prijverd. Want ja, ik leer die hele dag die Nederlands. Wacht even, dus jouw zoon werd beschuldigd dat hij hetzelfde gedrag vertoont als Mad Dog Twin. Kruisgrijper, 8 jaar oud. Nou ja, wat is dat nou voor een land? Ja. En dan ook in een ander land doet de kruisgrijper president. Toch, Twin? Maar goed, ja, dus zo daarna, die politie, ze zijn weg. Om 2 uur later, om 4 uur, komen hondenbrigade. Ja, die jeugdzorg met kinderbescherming. En ze willen dat ik mijn kinderen vrijwillig geven voor behandeling. Ik zeg, nou, ik sta hier met z'n drieën en ik vraag 1 week lang, mag ik een maatschappelijk, mag ik iemand voor mijn kinderen? Niemand geeft me antwoord, maar nu wil ik mijn kinderen vrijwillig dat ik geef voor behandelen. Maar wat ben ik? Toen ze zegt, nee, je moet je kinderen vrijwillig geven. Ik zeg, dat kan ik niet doen. En toen? En toen, ze zijn weg. En dan 7 uur
wij waren net klaar met mijn kinderen en borden was en zo, wat we altijd doen. En omdat ja, die kamer, we hebben geen sleutel, dus opeens komen misschien 10 politieagenten met kleding en gewone kleding. Oh, dat zijn ze ook erbij. Ja. Grote zaak, je hebt onderbezetting aan de hele 15 mensen. Korpschef Aalbergs, die heeft lopen janken laten van AT5, dat ze 50% zijn onderbezet, dat ze niks kunnen doen aan de criminaliteit in de zomer. Maar voor haar, een gewoon vrouwtje die geholpen moet worden, maar alleen maar getreiterd wordt, komen ze dus met 10 agenten op te proppen. Wat een fucking bananenland, weet je, maar ga door. En zoveel kinderen beschermen in jeugdzorg, ja, zo van 15 mensen sowieso. 15 man? Ik ben zo geschrokken. En zeg ze, ja, geef die kinderen. Alsof ze Escobar is. Met 1000 kilo kook in de kamer. En mijn kinderen gingen heen en weer te rennen en zo en schreeuwen. En dat was gewoon een drama van mijn kinderen. En wordt mijn kinderen zo gesleept, zo, want de kleedjes waren helemaal nat. Gewoon getrokken, uit die hele huis tot buiten waar de politie. Gewoon gesleept, die twee jongens. Door de politie? Ja, door de politie. Menselijke behandeling, menselijk. En omdat ik treiter genoemd ben, ik mocht daar niet reageren, niet praten in deze rovenhuis. Dus zo, ik ben ook toen zo gesproken. Mensen, doneer geld, stuur geld, neem contact met de zorgverlener, steun haar. En als ze een echte maatschappelijk werk opgevallen krijgt, neem contact met ons om help deze vrouw. Nee, we moeten een einde maken. Ja, en daarna mijn kinderen genoeg. Op de hoek staan. Zie dit? Schokkend wat ons betreft. En je zou het bijna niet geloven, maar u hebt het zelf gezien. Dan gaan we snel over naar ons volgende onderwerp. Afgelopen week was ze dus weer in het nieuws gekomen in de mainstream media, alsof dat heel normaal was, dat de vluchtelingen, die moesten nog sneller geholpen worden dan de gewone Nederlanders. Ja, heb je het gelezen? Ja, heb ik gelezen. Ja. Nou, is het al zo dat er voordat deze nieuwe maatregelen aangekondigd zijn, was het al zo dat statushouders, en let op hoor, wij gunnen het ze, maar het enige wat wij eisen, hebben wel meer gezegd, is dat wij vinden dat de rechten die de vluchtelingen krijgen, ook de Nederlandse mensen uit de laagste en middenklasse behoren te krijgen. En met name de jongeren in Nederland en in Amsterdam. Zoals u weet is er dus richtlijnen uit Den Haag gekomen dat vluchtelingen met een status, dus statushouders, die moeten binnen 3 maanden een huis krijgen. Dat moet de gemeente ze geven, anders krijgen ze een boete van €1 miljoen. Ja, u raadt het alweer. Ja, dat hebben we het ons eerder over gehad. Ja. Van die zieke PvdA ijdeltuit Plaskerk. Ja. En dan krijgen ze ook nog eens een keer €10.000 inrichtingkosten. En daarnaast medische gratis voorziening. Dus voor hun geen eigen bijdrage. En ook nog eens een keer, als ze willen, hagelwitte jacketkronen in de mond. Ja, klopt. Heb ik ook gehoord. Nou, ja. Alsof dat nog niet genoeg was. U weet, de wachttijd in Amsterdam is gemiddeld 17 jaar voor een sociale huurwoning. Als je 21 jaar bent en je wil op jezelf gaan wonen, is een drama. Een gifaanval in mijn mond. Ja, je moet zachtjes doen. Ja, heel zachtjes praten. Ja, dat zie ik. Dat proberen ze ons dus het zwijgen mee op te leggen, blijkbaar. Nou ja, in ieder geval, dat vonden ze dus in Den Haag eigenlijk nog niet eens snel genoeg. Dus er waren dus maatregelen, hebben ze geëist, dat de vluchtelingen nog sneller een baan moeten hebben. Ja, en nog sneller een huis. Nou Joke, je hebt zelf een zoon, geloof ik. Ja, dat klopt. Ik heb zelf ook een zoon, ja, die is 21. En hoe lang zoekt hij al een huis? Hij zoekt al een paar jaar een huis. Hij werkt keihard en het is gewoon verschrikkelijk om iets te vinden. En het jongen heeft een diploma gehad. Het is een nette jongen. Geen drugs en alcoholgebruik. Helemaal niet. En dat is juist zo erg dat het allemaal zo moet lopen. En wat is zijn kans dat hij ooit eens een huis vindt met een normale huur? Ik hoop zo snel mogelijk. Ja, maar wat denk je de kans? Ik denk dat hij nog wel 5 jaar moet wachten minimaal. Nou, de wachttijd is officieel ook 17 jaar. Ja, staat hij al ingeschreven? Ja, al lang. Hoe lang al? 3 jaar. Dus kun je nagaan. Haar zoon staat dus inmiddels al
is gewoon zo uit de losse pols. Dat hebben we niet gescript of bedacht. Die staat dus nu al 3 jaar op de wachtlijst. En dan is het natuurlijk toch wel heel bizar dat als je als vluchteling binnenkomt, dezelfde leeftijd als haar zoon, en dat je dan binnen 3 maanden een sociale huurwoning krijgt en 10.000 inrichtingkosten. Nu heeft hij ergens een kamer gehuurd. Want dat vond hij prettiger, omdat hij ook al 22 wordt. Ja, precies. Dus heeft een kamer kunnen huren. En daar moet hij ook heel veel voor betalen. Hoeveel per maand? Hij betaalt €400 in de maand voor die kamer. Met gas en licht? Want hij woont niet meer bij me. Maar met of zonder gas en licht? Met gas en licht. Nou, dat is maar een klein kamertje. Ja, maar in Amsterdam is dat tegenwoordig redelijk, hè? Eén kamertje, ja. Dus, maar ja, hij wou dat graag. Hoeveel vierkante meter? 3. Dus hij moet opgevouwen in het kamertje. Geen 3. 9. Nee, echt maar 9? Ja. Ja, dan kan hij rechtop staan. Ja, rechtop dat doet hij ook. Hij werkt en hij staat rechtop. En dan kan hij uit zijn raam kijken. Aan de overkant, er zitten ook een paar Syrische jongens. Die zitten daar in een mega gigaflat. Die plek, ja. Helemaal ingericht voor 10 roodjes. Dus hij zit echt op zijn nagels te bijten. Ja, hij zit op zijn nagels te bijten. En die Syrische jongens, ja, we gunnen het ze hoor. Ja, tuurlijk gunnen we ze. Want die zijn weggebombardeerd natuurlijk voor die oliemafia. Het is allemaal verschrikkelijk. Juist. Maar het is natuurlijk een beetje hard gelacht. Als haar kind, die staat daar rechtop te slapen. Voor 500 in, of 400 in. 400, ja. Ah, 5 hoog. En dan kijkt hij uit zijn raam en dan staan daar die Syriërs te twisten en te dansen. Met hagelwit. Tanden. Allemaal nieuwe tanden. Ja. En die van haar, die kan niet eens aan de tandarts. Want die moet altijd geld in het kamertje duwen. In het kamertje stoppen. Okay. Ja, drama. En om dit verhaal af te ronden. Wil ik het even voor de kijkers even in een breder verband zetten. In de context plaatsen. Die woningnood. Ja. Want, ja, misschien kent u de kreet nog. Geen woning, geen kroning. Nou, dat was in de jaren 70 toen Beatrix met die nazi-luitenant Prins Klaus ging trouwen op de Dam. Nou ja, u kent het wel, rellen, rookbommen enzovoort. En toen was er de slogan, geen woning, geen kroning. Nou, dat is inmiddels alweer 40, 50 jaar geleden. Ja. Maar er werd dus altijd gezegd, een woningnood kunnen we niet oplossen. We kunnen niet genoeg woningen bouwen. Nou, dat heb ik ook voor een tijdje geloofd. Een soort onmacht. Wat blijkt nu? De werkelijkheid heeft deze vars achterhaald inmiddels. Afgelopen jaar zijn er dus 45.000 vluchtelingen binnengekomen in Nederland. Officieus denk ik veel meer. En die hebben ze dus allemaal binnen 3 maanden aan een huis kunnen helpen. Ja, dat weet ik. Alle 45.000, moet u zich voorstellen. Dus er is die woningnood, die is dus kunstmatig, wordt die in stand gehouden. Even terug. Dus officiële cijfers van dak- en thuislozen, eigenlijk ongeveer sinds de Tweede Wereldoorlog, is ook 40.000. Die kunnen ze zogenaamd niet helpen en oplossen. Maar nu blijkt dus met die binnenstroom in één klap van die 45.000 vluchtelingen, die ze dus in 3 maanden allemaal aan hun huis geholpen hebben, dat het dus wel mogelijk is. Nou heb ik erover nagedacht, wat zou nou de reden zijn dat ze die mensen kunstmatig op straat houden? En die woningnood, zoals voor haar kinderen en voor vele andere kinderen uit de laagste klasse en de middenklasse. Tuurlijk. Want laten we wel wezen, de juppen uit de provincie, uit de hogere klasse en de hogere middenklasse, die vliegen Amsterdam binnen. Want er koopt pa en ma een pandje van 3 of 4 ton en dan gaan die kinderen erin. Dus de D66-juppen en de VVD-juppen, hun kinderen, die hebben geen last van woningnood. Maar de mensen uit de laagste en middenklasse, en met name ook de authentieke, originele Amsterdammers die kunnen die gewoon werken. Juist, die zitten de laatste 10, 15 jaar, moeten ze op transport naar Almere en Lelystad. Nou ja, in ieder geval, waarom is die woningnood? Nou, Joke, heb jij enig idee als alles? Nee, ik heb er zoveel over zitten denken, maar ik weet niet waarom die woningnood er is. Nou, ik heb er toevallig ook heel lang over nagedacht. Kom er niet uit? Nou, volgens mij ben ik erachter gekomen. Kijk, je moet zo zien. Als er geen woningnood is, dan hebben ze geen stok achter de deur. Kun je het volgen? Ja, wel. Nou, als je dus niet op tijd je huur betaalt, ik noem wat je gas en licht, van je hongerloontje, waar heel veel mensen met een lager modaal inkomen, als ze al hun vaste lasten hebben betaald, houden ze soms maar €100 per maand over om te eten. Maar als je dus niet je vaste lasten betaalt, en dan zal ik maar zeggen, als ik een paar schoenen koop bij Bata, niet eens duur, maar en je huur is niet betaald, dan kom je op straat te staan. Nou, als je dan weet van tevoren, let op, als je weet van tevoren dat je net als de oliedollarvluchtelingen weer binnen 3 maanden een huis hebt, kun je het volgen een beetje nu?
dan is die stok achter de deur weg, snap je? Ja, ik begrijp het. Dus dat is een soort van stok achter de deur van het systeem in breder verband, om de druk op de ketel te houden, dat de mensen wel in het gereel blijven lopen. Want oh wee, als je op straat gezet wordt, door welke reden dan ook, huurachterstand of whatever, denk je dan wel, dan ga je zo'n molen in, dat je de eerste 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar op straat ligt. En die schrik willen ze erin houden. Nou, Jok, had jij nog wat toe te voegen aan... Nee. Had je nog een andere mededeling? Is jou iets opgevallen van het nieuws deze week? Nee. Nou ja. Dus... Ja, eigenlijk te veel. Ook met die school bijvoorbeeld. Dat die de jongelui die er niet waren met die klassenfoto. Oh ja. Dat vond ik zo'n belachelijk onderwerp. Maar dan gaan we weer terug. En we hebben niets tegen vluchtelingen, hè? Nee, dat bedoel ik. En dat wil ik ook... Daar gaat het niet om. Maar ik vind het zo raar hoe het systeem werkt in Nederland. Absurd, hè? Absurd. Ja, want ze nemen zelf vrij. Jongens, we hebben het allemaal gehad. En moet dit gewoon allemaal van tevoren dan gaan regelen, omdat een paar mensen niet... Nee, het ging hier om konden. Één. Ja, maar ik bedoel... ik vind, ja, daar snap ik dus helemaal niks van. En dat viel mij op. Nou, ik ben het ook met je eens. €500. Ja, het gaat niet eens om het bedrag, het gaat om de waanzin. Om de waanzin. Deze mensen kiezen er zelf voor om een vrije dag te nemen. Ja. Nou, dan is het toch heel normaal in het zogenaamde sociaal verkeer, want daar heb je het over, onrechtmatige daad. Ja. Dat als dan toevallig de school plant voor de rest, omdat dat de dag is van de schoolfoto, kan niet de hele school zich gaan aanpassen in één kind. Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Om welke redenen ook vrij willen. En, dan denk je, nou ja, dan is die naar de rechter gegaan, wat op zich al absurd is, want het gaat natuurlijk om niks. Want ze hebben daarna nog, ik heb het gevolgd, heeft die school nog een aparte klassenfoto gemaakt. Hè, met oh ja, toch? Ja, oh, dat heb ik niet gevolgd. Ja, ook de hele klas, maar dat was voor deze mensen niet goed genoeg, die wilden de originele. Oh. Ja, alsof of je dat 30 jaar later nog merkt, snap je? Dus ze hebben daarna ook nog, zijn ze tegemoet gekomen. Hebben ze gewoon de hele klas weer en het kind erbij. Het ging om een suikerfeestverlofdag. Ja, uiteindelijk heb een of andere waanzinnige rechter geoordeeld. Ja. Dat van die school, dus het heet met een duur juridisch woord, onrechtmatig was. Met andere woorden, niet fatsoenlijk. Want dat is het woord voor onrechtmatig. Het is eigenlijk een soort vangnet voor alles wat in het verkeer niet fatsoenlijk geacht wordt. Sociaal verkeer van mensen onderling. Ja. En er is een symbolische schadevergoeding gegeven van €500. Ja. Nou ja, het is voor een gewoon mens is dat niet te begrijpen, maar ook niet voor juristen hoor. Dat lijkt me ook niet. Maar ja, dat viel mij dus op. Ja, dat is heel goede inbreng. Ja, toch? Nou jongens, dan heb ik ook nog een beetje een negatief nieuws voor de stem van de straat. Zoals onze vaste kijkers al weten, hadden wij een subsidieaanvraag ingediend. Bij het zogenaamde stimuleringsfonds voor de journalistiek. Ja. Nou, laat dat journalistiek kan je wel doorstrepen. Want het is de stimuleringsfonds voor de gevestigde orde journalistiek. Die alleen maar subsidie geeft aan ons kent ons projecten van de ratten in pak. Nou ja, wij wisten natuurlijk wel toen wij die subsidieaanvraag indienden. Dat onze kans dat we die zouden krijgen vooraf al 0,000 was. Maar goed, we hebben hem toch ingediend. Uiteindelijk is hij afgewezen. Zonder motivering, wat de vereiste is, want we zijn gewoon een stichting. En daar hebben we een bezwaarschrift tegen ingediend. U hoort hier even wat fragmenten, want het was, toen we daar kwamen, werd ons dus van tevoren gezegd, nou ja, dat ze, wij konden geen vragen aan ze stellen, hun zouden ons ook geen vragen stellen. Ze gingen ook niet met ons in discussie, welke punten wij dan ook inbrachten bij deze hoorzitting. Wij konden daar eigenlijk alleen maar een beetje gaan zitten. Slap eigenlijk gaan zitten op zo'n plat Amsterdam. Lul maar tegen me reet. Ja. Dus dat, die uitspraak die was eigenlijk natuurlijk al getikt voordat die hoorzitting begon. En nu hebben we die uitspraak. Dus ook het bezwaarschrift is afgewezen. Dus definitief wat het stimuleringsfonds betreft krijgen wij kaka 0,0. Dit, terwijl ze al één voorbeeldje geven. Ja, dat ze de balie... Ja. Het is ongeveer even de grootste subsidievreters organisatie in Amsterdam. Een soort van PvdA salonbolwerk. Een zootje gebral allemaal daar. Van de gevestigde orde. Die hadden dus wel een aanvraag ingediend. En die was toen gehonoreerd voor €30.000. Het moest dus innovatief zijn. Hè? Dus het moest nieuw zijn. Het moest nog niet bestaan.
Dat was de criteria waar je subsidie op kreeg. Nou ja, de Stem van de Straat, zover wij weten. En zeker de steden Stem van de Straat. Bestaat nog nergens. Hun zeiden van wel, maar ze hebben ons nooit een voorbeeld gegeven. In ieder geval, ze hebben dus de balie wel gesubsidieerd. Ja, en het is eigenlijk voor een gewoon mens niet te bevatten. Deze mensen hebben zo'n dikke huid. Deze bestuursleden, ik zal even hun namen opnoemen. Het is belachelijk dit. Wij hebben het toch ook recht? Vincent Kouwenhoven is de bestuursvoorzitter. Nou ja, die heeft zo'n dikke huid. Als hij tussen de olifanten zou gaan lopen in Artes, zou hij echt niet opvallen. Wat een monster. Dan zat er een, als directeur zakkenvuller René van Zanten. Nou, ik heb nog nooit zo'n grote leugenaar meegemaakt. Die sprak zichzelf tegen, zo zat hij te liegen. Of, en ook schaamteloos. En dan was er nog een dametje. Zeker ook een bestuurslid. Andra Leurdijk. Nou, die heeft ook geen pieperbach gezegd tijdens die hoorzitting. Maar die zei als enige, die vroeg zich af waarom wij de balie erbij haalden. Want de balie stond toch hier niet in dit geding te sprake. Dat vond ze een beetje raar en laag van ons. Toen heb ik gezegd, ja, maar het gaat ons niet om het project van de balie. Ze moeten hun weten dat ze 30 ruggen krijgen. Dat moeten ze gegund van jullie. Maar we hebben het aangehaald als voorbeeld, omdat hun criteria dus was dat het innovatief moest zijn, dus vernieuwend, niet bestaand. En weet u, de balie, die gaf dus gewoon, het is haast niet te bevatten, ik zou eigenlijk moordneigingen krijgen. Maar het is eigenlijk gewoon tuig van de rigel. Ja. Ze zien er wel netjes uit. Ja. Ze praten algemeen Nederlands. Beschaafd, goed opgeleid. En eigenlijk is het nog erger dan tuig van de rigel. Want het woord tuig van de rigel wordt dan altijd gebruikt, zal ik maar zeggen, voor voetbalhooligans. Mensen die slecht opgeleid zijn. Eigenlijk ten einde raad. En niet gymnasium en universiteit gedaan hebben. Dus die praten zoals elk vogeltje gebekt is. Maar ja, wat blijkt nou? De balie had dus een aanvraag ook ingediend en die ging een hoorcollege geven in de balie van 3 maanden. En dat werd dan gegeven natuurlijk door een vriendje, dat voelt u wel aan. Van 3 maanden door een zogenaamde bekende journalist, Masterclass, waarom niet meteen? Ja, Masterclass, een of andere flapdrol natuurlijk uit de NRC. Die geeft een aankomend stormend journalistentalent. Nou, maar in gewoon Nederlands, wat geven ze daar nu? Daar geven ze dus gewoon een cursus van 3 maanden, journalistiek, die je op elke hbo of universiteit krijgt. Bovendien, ja, dat sloeg alles, hadden ze dus een soort duistere commissie van 8 deskundige mannen of vrouwen. De naam wilden ze niet bekendmaken. Nou, dat is helemaal absurd. Dus je hebt 8 deskundigen. Kennelijk schamen ze zich er ook voor. Want ze wilden dus niet eens die namen bekendmaken. Wie dan wel een deskundige. Nee, we hebben echt constant om gevraagd. Ja. Gaven ze niet. Nou ja, dat is dus bananafraude. Nee, maar ik zou zeggen, luistert u zelf even hier naar wat flarden van deze ridicule list en bedrog hoorzitting van het stelletje rat in paktuig van de stimuleringsfonds voor de gevestigde journalistiek. Luistert u maar even naar. Nou, ik sta hier dus bij het meetingcentrum Babylon. We hebben zo direct een zinloze hoorzitting bij het Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Ordejournalistiek. Daar hadden we dus twee aanvragen gedaan voor de Stem van de Straat. En die worden natuurlijk allemaal afgewezen. Dat weten we ook wel. Maar het grappige is dat bezwaarschriften, zoals de mensen die daar wel mee te maken gehad hebben wel weten, worden altijd gehouden op het kantoor waar je je bezwaarschrift hebt ingediend. Maar voor ons hebben ze speciaal een ruimte gehuurd, wat hun minimaal €1100 ex-BTW heeft gekost, hier in dit meetingcentrum. Dus ze willen ons niet eens in hun eigen kantoor hebben. Dus ze geven liever nog €1200 tot €1500 uit aan, ja, God mag het weten, laat het maar beveiliging noemen, tegen de straat. Zo bevooroordeeld zijn ze. En angst hebben ze voor het onbekende. En dus hebben we zo hier die hoorzitting. Dat betekent dat u een hoorzitting hebt. Deze. Er zitten 2 mensen van het bestuur bij me. Andra Leurdijk is lid van het bestuur. Vincent Kouwenhoven is voorzitter van het bestuur. De setting is dat u de gelegenheid krijgt om uw bezwaren toe te lichten. Wij kunnen wel vragen stellen, maar wat we niet doen is in debat gaan. Mijn naam is Steve Brown. Ik vind het van belang altijd bij hoorzittingen om even formeel te vermelden, ook direct met het oog op de rechtszaak.
Dat ik dus gediplomeerd maatschappelijk werker ben. Ik heb HBO. Ik ben gediplomeerd psychotherapeut. Dus grapje, in die zin zou ik eventueel ook nog bevoegd zijn om een oordeel te vellen over uw psyche. Maar goed, er is deze zitting waarschijnlijk te kort voor. Ook omdat we niet in discussie gaan, maar goed. En daarnaast heb ik 3,5 jaar rechten gestudeerd. Zowel aan de UvA als de VU. Ik heb mijn propedeus rechten gehaald. Nou ja, voor de rest begeef ik mij af en aan in de media de afgelopen 15 tot 20 jaar. Zij het niet de reguliere media. Als, en dan laat ik het maar zwart-wit zeggen. Als u aan de voorschriften voldoet. Nee, ja. Waar een wil is, is een weg. Maar goed, dat laat ik even in het midden. Moet u toch wel weten op uw niveau. Dan bent u voor mij al, laat ik het maar heel zwart-wit zeggen, dan bent u een corrupt orgaan. En corrupt betekent niet dat u geld in uw zak steekt, hoor. Dat bedoel ik in de definitie van gecorrumpeerd, snapt u? Dat doet het. Ja, maar luister, dat ziet er dan voor ons niet serieus genoeg uit om te zeggen, daar gaan we... Het is wel erg subjectief trouwens. Goed dat u het even vermeldt dat de grond is. Want die statuten legt het hele verhaal uit. Nee, dus wat we mee moeten sturen. Er staan gewoon vragen in. Nou ja, die worden allemaal beantwoord in de statuten. Dat is weer een kijk, dan hebben we weer zoiets. Dit is een extreem subjectief wat u nu stelt. Feitelijk, hè. Dat degene die bepaalt, kan het uitleggen hoe die wil. Ik kan ook zeggen, de statuten, geweldig, alle vragen beantwoord. Meneer Braat, mag ik wat vragen? Ja. Altijd. Ik ben onafhankelijk voorzitter van dit orgaan. Ja. En in alle gevallen laat ik mij erop voorstaan dat ik buitengewoon onbevangen naar iedere aanvraag kijk. Altijd aangenaam verrast ben als er dingen niet in het stramien passen, op het eerste gezicht. En in de voorbereiding op deze procedure vanochtend, met diezelfde onbevangenheid aan tafel zit, er altijd voor openstaan om nieuwe dingen te horen, dat is de functie van, u kunt uw bezwaren toelichten, en er altijd voor openstaan om dan wellicht nieuwe feiten te horen. Maar wat me opvalt, is dat ongeveer om de andere zin die u uit, er aannames in zitten, waar ik mij in ieder geval niet in herken. Nee. Dat wil ik wel even gezegd. Maar wat is uw vraag? Want u bent mij nu aan het kwalificeren. Nee, nou, het valt mij op. Nee, dat is geen vraag. Veel schriftelijk al. Nee, maar u stelt geen vraag. Nee, luister, dat doe ik niet aan mee. Jij moet goed weten wat hier weer gebeurt. U zegt tegen mij, mag ik u een vraag stellen? Ja. Feitelijk. Weet u dat het echt, het is grotesk wat u doet. En dan gaat u mij kwalificeren. Nee, u gaat mij kwalificeren. U stelt geen vragen. Het is opgenomen, u kunt terugluisteren. U gaat mij dus verwijten dat ik om de zoveel tijd aannames doe. Dat is geen, een vraag is, waarom vindt u dat? Of waarom vindt u dat? Dat doet u niet. U kwalificeert me. Nou, ik kan u ook wel kwalificeren, maar hoe ik over u denk. Maar dat zal u wel duidelijk zijn. U bent helemaal niet onbevangen. Dat u dat zelf denkt. Dan zou ik maar eens heel goed in de spiegel kijken. Kijk, dit verwacht ik niks van. Van u, u en u. U zit in een ivoren toren, waarschijnlijk al 30 jaar. En ik ga dat ook aantonen waarom. En misschien kunt u daar eens antwoord op geven. In plaats van mij te verwijten, constant aannames doen. Want ik toon ze dus wel aan, hoor, die aannames. Kijk, in gesprek met uw directeur, de heer Van Santen, zeg ik, heb eens goed gekeken naar uw toewijzingen de afgelopen 10, 15 jaar. Hè? Concreet. Daar zit niet één project bij van de laagste klasse voor de laagste klasse. Nee. Niet één, dat heb ik ook schriftelijk gemeld. De heer Van Santen, die schrok er enigszins van, die werd even weer menselijk. Even viel het, die aanname, daar neem ik dan aan. Die, ja, hanging in there in het ons kent ons good old boy netwerk. Ja, u trekt het zich toch niet aan, dat begrijp ik. Want ik bedoel, daar moet je mee verder in het leven. Maar, ik heb hem dus gezegd, u heeft in dus hele bestaan, dus u en u en u en al die mensen die er ook werken, nog nooit een project uit de laagste klasse gehonoreerd. Voor en door. Toen zei meneer Van Santen, nou, dat trekt mij aan, dat schrik ik van. Zeg, nou, ja, zeg, ik geloof niet dat dat waar is. Zeg, nou, kunt u mij zo uit het hoofd een project geven wat voldoet aan de criteria aangevraagd door iemand uit de laagste klasse voor de... Nee, dat kon hij niet. Toen zou hij mij, ja, nee, want ik word hier een beetje emotioneel over, toen heeft hij mij gezegd, ik ga dat voor u uitzoeken. Ja. Staat ook op tape. En ik ga u dat mailen aannamen. Nee, ik heb geen antwoord gehad. Dus wat mag ik daar dan uit concluderen? U met z'n allen, u bent toch onbevangen? Nou, denk daar maar eens over na.
U heeft in het bestaan van de Stichting van de Stimuleringsfonds nog nooit één project gesubsidieerd van de laagste klasse. Alle mensen die hebben aanvragen gedaan, ik heb er naar gekeken, behoren allemaal qua opleiding tot HBO, universitair niveau. En zijn en of al gelieerd aan bestaande media. Grote media, zo. En dat heet dan innovatief. Nou, ik vraag het u nog met z'n drieën. Kunt u mij nu één project geven wat voldoet aan de criteria? Dat is geen aanlaat. Maar dat zou voor. U zou me dat mailen. Dat zou veronderstellen, want daarom die vraag heb ik inderdaad even over na zitten denken. Het speelt bij ons geen enkele rol. Dat is nou precies wat ik beweer. Och, ik zal het niet gesprek. Oh nee, toevallig niet. Oh. Moest je ook die kant op. Geachte kijkers, we gaan nu live contact opnemen met onze street reporter. Die een verschrikkelijk spannende, schokkende, levensgevaarlijke reportage in Zwolle aan het maken is. Hi Dwight, hoe ga je daar? Nou, ik zit nog even op nog een doken hier. Nee, even gewoon een reuze mee met gevaarlijk. Oké. Okay. Het was een hele rustige opname. Voor een tv-programma. Oké. Okay. Hoe gaat het met jullie daar? Nou ja, met ons. Wij hebben hier dus. Het afgelopen anderhalve dag zijn we dus achtergekomen. Hebben wij een uraniumgifaanval te verwerken gekregen? De AIVD zegt dat Poetin erachter zit. Wij vermoeden eerder Rutte en co. met zijn Demmingkliek. Maar ik kan amper praten. En onze street reporter Luke. Die is helemaal uitgeschakeld. Ook met pijn in zijn mond kon hij praten naar de dokter. Dus we zitten een beetje in de lappenmand. Maar kan je onze kijkers... Het is heel grappig dat je dit vertelt eigenlijk. Want sinds 2 dagen heb ik mijn stem weer terug. Ach, dus jij was je stem ook kwijt? Ook al. Ja, nu mijn ex-vrouw die dus een probleem heeft nu met haar stem. Ach. En Janice, Jay, die is nu ook aan het herstellen. Nee, nou, ik kan amper praten. Ik heb hele zware verdovende medicijnen voor op mijn tong. Ja. Luke, die moest afzeggen, die kon ook een avond. Ik kon gisteren helemaal niet meer praten. Ja. Dus, ik zei het nog tegen Jay, zei ik het nog afgelopen zondag. Kijk, een rand ligt in de lucht. Ik weet niet wat het is, maar dit is niet normaal. Oh, dus het is een soort epidemie. Dus het is een soort, maar dat slaat natuurlijk alleen toe bij mondige mensen. Mm-hmm. Dus merk je die mensen die altijd ja knikken, hebben er geen last van. Erg, hè? Ja, precies. Dus het is de kritische mensen worden nu de mond gesnoerd. Ja. Wat het mag zijn, ik weet het niet, maar het is wel heel erg bijzonder, bizar dat het allemaal tegelijkertijd gebeurt nu. En allemaal mensen die ik ken om me heen, hè, maar ik ken zoveel mensen en ik hoor alleen maar mensen met klachten, die werkelijk ook inderdaad hun mond open doen. Hey Dwight, kan je een tipje van de sluier doen wat de kijkers volgende week van je kunnen verwachten? Als je tenminste nog leeft en praten kan. Ja. Ja, ik heb het een beetje horen. Dat mijn stem niet helemaal optimaal is. Okay. Nou, wat men van mij volgende week kan verwachten. En sowieso het volgende waar ik sowieso wat over te zeggen heb. Het heeft te maken met de verantwoordelijkheid die wel of niet genomen wordt door de gevestigde mainstream media. Op een manier waar de diversiteit van beelden, van items die ze naar voren brengen. En ook de waarheid wat erin of achter zit. Okay. En de verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Ja. Oké, heb je nog wat tegen Joke te zitten? Die zit hier naast me. Liep overigens niks, liep als enige niet last van de mond. Nee, ik ben alleen verdwaald. Wat? Ik wil wat meer door de waarheid spreken. Moet ik weer eens... Ja, nog even zeggen. Ja. Ik spreek alleen maar de waarheid. Ja, heel mysterisch. Heel mysterisch. Joke kon de studio niet vinden. Ik was verdwaald vandaag. Oh jee. Ja. Dat is toch na een jaar opeens. Ja, gewoon, maar was gewoon de weg even kwijt. Even in de war, misschien stress. Stress. Oké, Dwight. Stress. Dat was een grap van Joke. Ja, dat weet je ook. Nee. Nou, ga verder in de studio hier. En we houden contact, Dwight. We houden contact, Dwight. Doei, doei. Dankjewel. Doei. Doei, doei. Doei. Even kijken. Rustig aan, Steve, met je mond. Dat is wel heel erg zielig voor je, hoor. Dank je. Ja, echt. Dank je ook. Oh ja. Ja. Volgende week is alweer onze laatste reguliere uitzending van het jaar. Ja, zomer. En die gaan we echt met een originele Amsterdamse knaller afsluiten in Café Riviera. Onder het mom, oude jongens krentenbrood. Dat wordt ons motto.
We krijgen een scala aan topartiesten van Amsterdam. Ja. Een echte Amsterdamse feestdag wordt het. En natuurlijk weer bijzondere, interessante gasten van de straat. Die u nooit van zijn leven natuurlijk bij die reguliere brol-subsidieprogramma's. Ja. Van Pau, Sugar Daddy Jannik en schandknaap Matthijs Nieuwkerk zult zien. Die ziet u alleen maar in de Stem van de Straat. Dus dat de opnames daarvoor zijn overigens op 23 juli om 5:00 PM. Ja. Kan u zeggen namens Café Riviera en de Stem van de Straat. U bent van harte welkom en uitgenodigd om deze laatste uitzending van het reguliere seizoen bij te wonen. Ja. Ik heb begrepen van José dat ze een geweldig menu voor die dag samengesteld heeft. Met spareribs die u alleen bij haar krijgen. Ja, hamburgers, originele hamburgers ingevlogen. Ik geloof uit... Ja, waar kwamen ze ook weer vandaan? Argentinië. Geloof echt wel, Argentijns, hè? Ja, gewoon ingevlogen first class. Heerlijk. Met een jumbojet. Zo ver zijn ze. U bent dus van harte welkom. En uitgenodigd, deze opnames beginnen om 5:00 met artiesten, zoals we zeiden. Wordt groot feest. Heel gezellig. Nou, kom alle langs. Nou heb ik nog, en nu ga ik deze... uitzending afsluiten met toch wel een triest... Nee, wacht even. Ik heb nog één ding, Joke. Even wachten. Oh, dacht je dat was? Nee, ik ga nog één onderwerp. Maar, in tegenstelling... Kom dat ik verdwaald was. Ik heb het hele leuke uitzending. Sorry hoor. Hele laatste uitzending. We werden even afgeleid. Ja. Even kijken. Een tegenstelling tot de staatsbral-subsidieomroepen. Die zo'n 3 maanden of 2 maanden met z'n allen op vakantie gaan. U ziet ze hier weer op de jacht zitten. Ziet u, daar zitten ze dan met z'n drieën. Die Jannik, die Pauw en die Nieuwkerk, die flapdroller. Omdat ze natuurlijk het hele jaar door de gevestigde orde hun kont hebben gelikt. Mm-hmm. Mogen ze natuurlijk 3 maanden vet betaald op vakantie. Dat is niet het geval voor de Stem van de Straat. Nee, maar jammer genoeg niet. Omdat al onze medewerkers gratis en belangeloos meewerken. Ja, sterker nog, hun reiskosten moeten betalen om hier naartoe te komen. En de kapper? Oh ja, de kapper is gratis. Dat niet weet je nog. Niet zeggen, krijg je last met de fiot. Dus dit weet je toch, de kleine man wordt gelijk aangepakt. Nee hoor, mijn haar wordt gefeund door Beauty by Zera. En dat kun je zien ook. Iedere week. Ja, top. Hele goede kapper. Sorry Steve, dat wou ik even tussendoor zeggen. Je bepaalt zelf wat je zegt. Ja, natuurlijk. Maar kijk, dank je. Wat hebben wij voor u in petto voor deze zomer als enige weer? We gaan dus deze zomer beginnen met een serie onder de titel, even opzoeken, Summer Crime Time. En Summer Crime Time wordt dus door mij gepresenteerd. En dan ben ik niet de underground presentator bij deze serie. Maar dan ben ik dus de enige echte crime specialist. Die deskundig is op zowel op het terrein van de elite gangsters als de volksgangsters. Okay. Ik ga u een klein overzichtje geven wat u te wachten staat. Normaal gesproken zou je dergelijke kwaliteitsafleveringen alleen maar bij HBO zien of bij Netflix. Ja. Moet u betalen. Bij ons, bij Salto, krijgt u ze gratis. Okay. Wij hebben voor u in de Summer Crime Time serie, gaan we beginnen met een, heb ik een interview met een psychiater van het Smeltzer Café. En dan, daar leg ik uit, in samenspraak met haar, wat de definitie eigenlijk is van misdaad. Wat is misdaad eigenlijk? Maar al te gauw wordt misdaad altijd afgedaan als de holleders, de tasjesdieven, de scooterdieven. Maar er is ook nog een andere vorm van misdaad. Mm-hmm. Die noem ik voor het gemak de elitaire elite gangster. Ja, dacht ik al. Dus ik laat het verschil zien. Ik geef mijn definities van hoe ik kijk naar de definitie van misdaad. Dat is de aflevering 1. En u krijgt hier vast een voorproefje. Kijkt u maar even naar dit. Wacht even. Ja. Kijkt u maar even, Joker. Zie jij het ook even? Ja, ik zie het. Ze heet Esther, die psychiater. Nou, oké. Okay. Vervolgens gaan we het hebben over de Chinese maffia. De Chinese maffia, die heb ik persoonlijk in mijn avontuurlijke periode, heb ik daar een jaar of 10, 15 bijna dagelijks mee omgegaan. Dat is een maffiagroep die u ook niet terugvindt bij de pulp media maffia.
Het is altijd maar Holleder, Cor van Hout, maar u zult weinig, zo of bijna nooit iets horen over de Chinese maffia. Daar hebben ze helemaal geen verstand van, of ze durven het niet. Die zogenaamde misdaadjournalisten die, die insluipgeil neef Junkie Peter en de Vries. Ja, God. En ze gabber in krijgen op de politie, Scribben Johnson. Hij is er iedere week bij. Het is alleen maar Holleder wat de klok slaat. Die wordt er mee. En de motorbenders natuurlijk deugen ook niet. Ja. Maar goed, hier krijgt u een klein voorproefje van de reportage die wij gemaakt hebben over de Chinese maffia. Kijkt me even. Ja. Hier kwam ik in de trap tussen en kwam ik in de tweede etage. Het is een heel, heel druk restaurant. En toen wij kwamen, helemaal leeg. En er stond een van de grote ronde tafels. Daar zat dus de Chinese baas. Een heel ieuw mannetje. Wat dat gezegd zijn, ook niet echt een interessant bombroso. Zware filiaal top. Een doorsnee, zeg maar, Chinees. Naast hem, aan beide kanten, zat ongeveer 8 of 9 bodyguards. En het personeel was eigenlijk wel heel apart. In een soort van soprano tour. Er stond 8 man overs, stond eigenlijk standby om elke winkel in te bedienen. En toen, we hebben een zaak over moeten natuurlijk. En niet zo heel van dat het over ging, maar toen kwam op een gegeven moment. Hij had namelijk nog geen paar dagen voor tijdens een zware gokenpartij s'nachts in een van de illegale Chinese casino's, had hij aan de tafel, kwam er een soort woordenwisseling of het over het gokken ging of over misschien een mislukte deal, maar hij trok ineens een mes, dat was het gesprek van de dag in die tijd, in onze kringen, en aan die tafel zelf duwde hij het mes dwars door de keel heen van over, die op slag dood was. Maar midden waar iedereen bij was in het casino. Hij heeft er uiteraard nooit voor vervolgd. De politie heeft ook nooit geweten waar dit over ging. Want de Chinezen, heb ik uitgelegd, is erg gesloten in de Chinese community. Zeker de tiradekringen. Maar goed, hij gaf me één wijze les. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment waarom hij dat gedaan had zelf. Hij heeft zoveel bodyguards. Ik zei, listen Steve, if you are really in trouble, all your bodyguards fly away. You have to do it yourself. Dat heb ik heel goed in mijn oren geknoopt. Als met puntje bepaald je komt, heb je niks aan je bodyguards. Dan moet je je eigen broek ophouden. Oké, dan hebben we ook nog in die serie krijgen wat komt aan bod. Ja, het kan haast niet anders. Op een hele andere manier dan u hem anders altijd gezien hebt. Dan krijgt u de beroemde streepje, wat ons betreft, beruchte maffiafamilie van Bram Moskowitz. En in, ook toch al in die tijd in zijn kielzog de loopjongen Peter R. Hier hebben we ook een klein promootje van. Ik moet zeggen, Max Moskowitz maakt op mij een grote indruk. Hij kwam over als een statige, echte rechtsgeleerde. Wat hij ook was. In ieder geval, tijdens het gesprek met Max Moskowitz, en dat is misschien wel leuk voor de familie ook om dat nog eens nog te horen, werd mij en Ferry gevraagd om, ik ben even de naam vergeten, maar het ging om een van zijn zonen, die trouwens de hoofdrolspeler is in die documentaire van de familie Moskowitz, Wijn Moskowitz. Die was toen aan de drugs geraakt, heroïne, en die ging, volgens zeggen, met een heroïnehoertje van Indische of afkomst of iets dergelijks. Die ouwe, die verzocht ons toen of ik of Ferry of het vrouwtje wilde min of meer ontvoeren, zal ik maar zeggen. Of beide. Of in ieder geval op dermate wijze toespreken. Dat het vrouwtje geen contact meer zou opnemen met zijn zoon. Dat verbaasde mij nogal. Want ik zat daarvoor zag ik hem toch echt als een statige rechtsgeleerde van onbesproken gedrag. En in één moeite door verzocht hij ons tegen een fikse som met geld om zeg maar dreigen en af en ontvoeringszaken te doen, notabene van zijn eigen zoon of ze, nou ja, zijn zogenaamde schoondochter. Dan gaan we wat aandacht besteden voor het eerst en nog nooit vertoond aan de Turkse maffia, ook vrij onderbelicht in Nederland. En tot slot, but not least, krijgt u voor het ook alleen maar ooit bij ons zal dat vertoond worden. Normaal gesproken bent u bij HBO al €500 kwijt voor wat u te zien krijgt. Bij ons allemaal gratis. Krijgt u een reportage te zien van de Forgotten Surinaamse heroïne dealers. Maar ik weet dat onze kijkers
ook heel erg geïnteresseerd zijn in de vergeten Black Godfathers zoals Emil's Place. En nou weet ik dat jij die persoon goed gekend hebt. Natuurlijk heb ik die mensen goed gekend. Zou je daar iets over willen vertellen? Zeker weten. Gaan we weer naar de Emil's Place. In die tijd, wat mij betreft, een van de grootste vergeten Black Godfathers. Emil. Ik ben als jongetje van 16, 17 uur geweest. De hele nacht, tot 7 uur 's morgens. En dan liep hij in de rond en hij doet mij altijd denken aan de koning van de Zulus, Saka Zulu. Zo'n grote man, trotse man, de baas. In zijn zaak, tafel, patapata, gokken op geld op tafel, zongen, echte Surinaamse spelletjes, daar geweldig. Tot slot, maar not at least, krijgt u ook nog eens een reportage over de zogenaamde oude Amsterdamse pedozen, die ik in alle bescheidenheid allemaal persoonlijk heb gekend. Nou, dat was dat. Heb jij nog iets te zeggen, Joke? Jawel, ik wou je nog... Dat zou jij zeggen? Nee, wat zou jij doen? Over dat het zo... Nee, jij zou dat doen. Van die jongen die... Van die voetballer. Van die voetballer, ja. Die bij Ajax speelde. Die heel ernstige hersenbeschadiging heeft. Apinoret. Heeft overgehouden aan het ongeluk op het veld. Dus hartaanval. Het is gewoon heel triest dat dit gewoon zo jong... Dat dit moet gebeuren. Ja, wij, dus wij Joke, onze hele redactie en de stem van de straat. Wensen de familie. Wensen familie. Heel veel sterkte toe. Juist, in deze hele trieste dagen. Ja. En we wensen hem hopelijk toch nog beterschap toe. Kippenvel. Ja, onze gedachten gaan naar de familie uit. Ja, zeker. En Joke, jij wou ook nog wat zeggen, tot slot. En ik wou zeggen, u kunt ons altijd vinden op Facebook, Instagram, Twitter hadden we toch ook nog? Ja, zeker. En op... Salto TV. Wacht even. Ja, prima, Joke, prima. U kunt dus ook... Sorry, ik maak een foutje. Gedurende de summertime dat wij geen uitzending hebben. Ja, dat bedoel Salto. Ja. We hebben natuurlijk wel onze Summer Crime Time serie. Weergeloosd, gaat u zien. Maar u kunt voor het echte nieuws de hele zomer gewoon terecht. Op Volksnieuws Amsterdam Noir. En ik ga deze zomer gaan. Ik studeren hoe ik het de volgende keer gewoon goed kan brengen. Nou, ik vind dat je daar wel geweldig doet, Joke. Bedankt, Joke. Ja, dankjewel, Steve. En tot volgend jaar. Hartstikke bedankt. En succes met je mond. Dank je. Ja, gifaanval. Dag allemaal. Doei. En als u geen zin hebt om te kijken of u valt in slaap, kunt u altijd de volgende dag kijken. Heel goed. Stem van de straat, on demand. Hey. Dat is een toppertje, moet u echt onthouden.